Ik ben geboren in Zuid-Afrika. Ik was heel klein kind toen we naar Nederland terugkwamen. Dus veel echt eigen herinneringen heb ik er niet aan. Ik heb wel geprobeerd om op een gegeven moment daar een aantal schilderijen over te maken. Wat weet ik nou echt zelf nog van daar? Nou, dat is dan in sferen, kleuren. Veel verder komt het eigenlijk niet. Wel mooi om te doen, spannend proces. Toen heb ik een tijdje schilderijen gemaakt naar aanleiding van foto's die ik kende van Afrikaanse landen, film. Maar ik was er nooit geweest en ik wilde er heel lang ook niet naartoe. En dat had te maken met een soort schaamte voor die geboorteplaats in mijn paspoort. En toch het gevoel van, nou ja, was ik zoveel anders geweest in die apartheidstijd als mijn ouders daar wel waren blijven wonen. Het is natuurlijk belachelijk om je schuldig te voelen over iets als je een peutertje bent en ook maar ergens geboren bent. Maar toch had ik wel zoiets. Uiteindelijk ben ik er wel gelukkig geweest. Heb ik ook huis teruggezien waar ik als kleintje gewoond heb. En gaandeweg ben ik een aantal keer op reis geweest in Afrika. En ik heb het gevoel dat ik nu meer de geboortegrond leer kennen. Niet per se geboortegrond in Zuid-Afrika, maar toch het continent waar ik geboren ben. Op de bank ligt mijn schat van allemaal doeken uit Afrika die ik voor een deel zelf heb meegenomen van de reis eerder dit jaar naar Namibië en Botswana. En voor een deel ook heb gekregen van Bruno en Josie uit Oeganda. Ik vind het echt fantastisch feestelijke schat aan patronen en kleuren. En ik gebruik deze stoffen nu om achtergronden te maken voor schilderijen. Waarin ik iets van de sfeer van die paar reizen die ik in Afrika heb gemaakt probeer over te brengen. En steeds komt daar een zwart silhouetje in voor en gekleurde stoffen. Maar elke keer worden ze anders. Het is eigenlijk in het werk maken probeer ik als het ware steeds weer iets op te roepen wat ik herken. En aanvankelijk was dat dus, herken ik dit nog van heel vroeger toen ik klein was. En nu is het meer, heb ik hier herkenning van iets wat ik op een reis heb gezien. Een bepaalde sfeer overbrengen. En ik vind het geslaagd als het bij mijzelf zo werkt. En helemaal als iemand tegen me zegt, ik herken dat gevoel. Dit is een begin van een werk. Ik weet nog niet hoe die dus precies gaat worden, want ik doe het aldoende. Maar ik begin graag met een silhouetje op een stukje landkaart. Landkaart die je hier ziet is van Namibië. Dat is dit land. En dit is Botswana. Dat heet hier nog Bechuana-land, geloof ik. Ja, Kalahari-woestijn. Daar ben ik in april geweest. Vol indrukken nog van die reis. En dit silhouet is van een herero-vrouw. En van tevoren, voordat we dus op reis gingen, wist ik al, ik hoop zo ontzettend dat ik die in het echt ga zien. Want ik had er foto's van gezien en ik kon me echt niet voorstellen dat mensen er echt nog zo bij zouden lopen. Met hele kleurige kleding, Victoriaanse stijl, maar dan veel bonter. Echt als hele fleurige paradijsvogels. En die hebben ze inderdaad gezien. Die horen bij een bepaalde bevolkingsgroep. Die het trouwens in het verleden op een vreselijke manier voor een deel uitgemoord is geweest. Echt een gruwelijk verhaal waar ik niet van wist. Maar in ieder geval nu is het een heel trots herdersvolk. Veetelers. En ook moderne vrouwen, zeg maar. Die hebben toch vaak dit soort kleding nog aan. Rijden dan wel in een auto en kopen boodschappen in de supermarkt, maar kunnen toch die kleding dragen. Zijn er heel trots op. Nou, dat silhouet en ook dat dragen van grote tassen op het hoofd, dat zie je ook in het straatbeeld. Dat silhouet, dat breng ik in verband met waar ik hier nu mee bezig ben, die veelkleurigheid. Ik gebruik allemaal stroken van die ik geknipt heb uit Afrikaanse stoffen die voor een belangrijk deel uit
Namibië en Botswana komen. Er zitten misschien een enkele bij die ook uit Oeganda komt. Maar ik maak als het ware een nieuwe samenstelling met die stoffen. Maar dan wordt het meer een beetje landschappelijk. Ik ga er op een gegeven moment ook op schilderen. En daar moet dat silhouet van die vrouw met dat kindje op een of andere manier terug gaan komen. Maar ik weet dus nog niet hoe. Ik ben nu aan het opbouwen. Ik heb 2 opleidingen, beeldende kunst en antropologie. En die 2 komen voor mijn gevoel samen in het werk wat ik nu maak. Het interesseert mij overal waar ik kom, hoe iemand daar leeft. In hoeverre die het anders doet dan wat ik gewend ben. Hoe die naar de wereld kijkt, met wat voor spullen die zich omringt. Wat die misschien gelooft, wat die eet. Dat vind ik allemaal reuze interessant en bijdragen aan een kleurige, spannende wereld. Voor mij zou het echt heel vervelend zijn als we allemaal hetzelfde werden. Dus ik geniet daarvan en ik rek het moment.